Hallo mensen op dit kanaal, welkom bij een nieuwe serie, de FC Groningen Carrière Mode. We gaan vandaag namelijk beginnen met dus FC Groningen. We zijn de manager en we gaan proberen om de Eredivisie te winnen en de beker, ja, zo snel mogelijk. En daarvoor is mijn plan eigenlijk vooral om talentvolle spelers te halen en ook veel te gaan trainen en jeugd natuurlijk. Nou, we begonnen met de uitnodiging van het voorseizoenstoernooi. En we nemen natuurlijk gewoon het meeste geld. We hebben namelijk geld nodig als FC Groningen. We zijn niet in Ajax, in Barcelona. Super veel geld. Dus ja, we moeten het doen met een paar miljoen. En dan zie je hier onze selectie. Met een paar goede spelers en een paar talentvolle spelers. Zoals Rijs en Sierhuis en Doan zijn talentvol. Ja, nog wel meer. En vooral een talentvolle. En natuurlijk Pat, onze hockeyfan. Die gaat ook denk ik online. Instaan. Ligt er natuurlijk aan of het goed aanbod is. Het is dus de 4-2-3-4-1 normaal gezien, omdat we gewoon twee spitsen hebben en niks met en rechts met. Dan heb je natuurlijk nog de onzinnige mailtjes. Er zit eigenlijk niet heel veel erin, behalve hoeveel visie en verwachting had. Dan zie je dat jeugdafdeling financieel heel hoog is. En financieel moet je ook 3 miljoen overhouden om aan het eind van het seizoen te moeten halen. En dat is voor mij wel een probleempje, want ik wil graag de talent van mijn spelers halen. En dat kan dus niet als je 3 miljoen eigenlijk minder mag besteden. Maar ja, we gaan hier zetten we gewoon trainingen op voor Mahini. We gaan de officieren doen. Gewoon een beetje de talent van de spelers. Doan ook. De expert altijd doen is een tip voor jullie. Altijd een expert doen. Als je namelijk expert doet, dan gaat hij het meest omhoog. Deze ook weer expert aanvalscenario's van de prijs. Doen we nog safe uit. Want handwerk is geleend. Sierad trouwens ook. Maar die kan ons volgende series doen. In de session natuurlijk gewoon lekker helpen. En ja. We gaan beginnen met het simuleren. Ik ga alles simuleren behalve een finale van een beker of zo. En die ga ik dan spelen. Niet op te hoog niveau. Maar niet de allerbeste in FIFA. Maar ja. Eerste wedstrijd gaan we simuleren. Tegen Brescia. Europees, internationaal beter. Oh, we hebben niet gescoord meteen, maar daarna Doan ook. En daar staat de 1-1. Oh, zij scoren win met Tonali. We staan 2-1 achter. Het loopt niet echt goed. We doen er alles aan om te winnen, maar ik denk niet dat het gaat lukken. Nee. 2-1 verloren, eerste wedstrijd. Is natuurlijk wel jammer. Maar ja. Het is ook niet heel logisch zo dat je met FC Groningen wint. Iedereen is ook uit voor. Dat is wel jammer. Sowieso vind ik het raar. Ze zetten soms. Zet ze Doan op verdediging middenvelder en mijn Misovic op rechts mid. Dat is een beetje raar. Daarom ga ik nu ook met de verkeerde opstelling in de wedstrijd in. Omdat ik het gewoon niet had gezien. Maar
gaan proberen om er wat van te maken. Tegen Molen. Volgens mij zijn we allebei voor buitenlanders onbekend. Maar zij scoren wel. En ja, nu staan we 1-0 achter. Dan moeten we wel gaan scoren. Oh, ze scoren nog een keer. En ik denk dat ik dat wel ja, wel. 2-0 verloren. Is jammer. Dus moeten we deze echt dik winnen en de rest allemaal verliezen. Voor om door te gaan. Maar ik denk, nee, het is niet meer mogelijk. Dat is jammer. Maar ja. Ja, we zijn hier op kantoor. Dus open. Het is ook wel mooi. En voor de rest, ik wil dus talentvolle spelers halen en dus ja, dat gaat eigenlijk mijn doel worden. Gewoon Groningen naar 80, 77 algemeen halen. En de eerste die ik wou halen, die had ik ook al op een andere karimbot voor mijzelf gehaald. Was Hudson Odoi. Vind ik ook een heel leuke naam. Hudson Odoi. Maar die is gewoon niet zo heel slecht. En die heeft een hoog potentieel. Dus als we die zouden kunnen halen, zou het fijn zijn. En dan gaan we eerst eens simuleren en wachten op de scoutslag van dit scenario. En iedereen is weer uit vorm. Ik ga weer beginnen met Doan op CVM en mijn meeste fiets op rechts midden. Echt heel raar van FIFA dat ze dat nooit hebben aangepakt. Maar we staan al 1-0 voor met 7-5. Dat is natuurlijk mooi, maar we kunnen niet meer door. Maar de mensen zijn niet meer uit vorm. En dan krijg je natuurlijk gewoon een bericht dat ze hopen dat ik beter doe in de Eredivisie. Dat maakt mij niet zo heel veel uit. Sirius is trouwens een algemeen omhoog, dat is heel chill. Die gaat later onze nummer 1 spits worden, is mijn plan. Ik wil over 2 seizoenen of zo, denk ik, ontbinden zijn contract en dan hem kopen. Dat hij dan echt goed is geworden. Volgens mij heeft hij ook een potentieel van iets van 75. Volgens mij krijgen we straks door hoe hoog dit zo'n Odoi eigenlijk is. Volgens mij was het iets van 72 rating of zo. Ja, dat dit zo'n Odoi. Voor Brei. Brei, ja, gebruik ik niet. Gaan we lekker onderhandelen. Kan het misschien onze eerste verkoop zijn? Ik zou het hopen. Dat is gewoon gratis geld. Van slechte speler die we niet gebruiken. We zeggen dat hij wel 970.000 euro mag betalen. Bijna 1 miljoen erbij. En daar gaat hem weer kort. Ja. En dan
moest ik niet vergeten om nog dit snodoi te kijken. En ja, dat is voor vandaag. Is dat de video? We gaan nu afsluiten. Deze video's komen elke zaterdag online. En joh, toch!